Tony Varela, jouw debuut als Excelsior-speler zit erop. Hoe is jou dat bevallen? Ja, positief, denk ik. We hebben gewonnen en ik denk dat dat het belangrijkste is in deze rondes in de beker. En, dat ten eerste. We hebben gewoon een normale overwinning behaald tegen een goede ploeg, denk ik. En ik denk dat dat voornamelijk zo overheerst. Positief en dat we door zijn naar de volgende ronde. Ja, is het in deze fase van de beker zo simpel als het maakt niet uit hoe je wint als je maar wint? Ja, precies. We zijn competities natuurlijk het belangrijkste. En ik denk dat het belangrijkste is dat je doorgaat. Je leert ook van uitslagen eerder, van andere ploegen. Er zijn altijd verrassingen en we hebben gewoon gezorgd dat wij niet door die verrassingen horen. En dat is prima. Als je dan bijvoorbeeld gisteravond zo'n uitslag ziet als Delta Sport Willem 2, 2-1, ben je dan voor jezelf ook toch even net iets extra alert van, ja, dat mag ons niet gebeuren? Ja, precies. Kijk, ik denk dat altijd dat het moeilijk is voor een Eredivisie ploeg om tegen dit soort tegenstanders te spelen. Zij zijn natuurlijk extra gebrand. En dat opent natuurlijk wel je ogen om extra geconcentreerd te zijn en extra alert te zijn. En dat hebben we denk ik gedaan. Van Michum speelde tegen zijn oude club, maar had daar geen last van, hè? Nou ja, dat is mooi voor hem. Hij speelt tegen zijn oude club en hij scoort 2 aardige goals. En ik denk dat dat voor ons ook dat hij belangrijk is geweest. Ik denk dat die goals op het juiste moment kwamen voor ons. En dat zorgt natuurlijk voor iets meer rust. En daardoor konden we het goed uitspelen. Voor jou was het ook een mooie gelegenheid om jezelf te laten zien, kan ik me voorstellen. Dijkhuis heeft gezegd, mijn middenveld staat. Daar komt Varela niet zomaar tussen. Ja, dan zijn dit soort wedstrijdjes voor jou mooie gelegenheden, toch? Nou ja, precies. Kijk, je probeert elke keer je best te doen en om dichter bij een basisplaats te komen. En ik denk dat dit zijn momenten om daar druk op te leggen. En ik denk dat dat vandaag redelijk tot aardig is gelukt. Morgen de loting. Heb jij dan nog een voorkeur? Nou, niet per se een voorkeur. Kijk, in dit soort rondes wil je gewoon wil je overleven. Ja. Het zou mooi zijn als je nog een tegenstander van dit kaliber kan krijgen om dan een ronde verder te komen. Maar laat maar komen. Delta Sport of zo? Ja, dat is lekker in de buurt. Hoeven we niet zo ver te rijden. Maar